Is dat strategisch? Maar waar moet iets open gaan? Ja, ik denk... Oh, oh! De deur! Een hele goede middag, morgen, avond. Oh jee, wanneer kijken mensen dit? Ik heb geen idee, maar in ieder geval welkom bij een nieuwe Jungle Survival, dames en heren. Nummertje, ja, welk nummer is het al? Ik heb geen idee. 22. Oh my god, jongens. Vorige aflevering waren wij bij de Duistere Magier om de 100 gold aan hem te brengen. En hij zou ons een boek geven als tegenprestatie. Maar babe, wat heeft hij gedaan? Maar niet de boek gegeven in ieder geval. Nee, ja, hij heeft meer een soort van aanwijzing gegeven dat we weer naar de bibliotheek moeten. En ja, daar is een geheime, ja, soort van gedeelte van de bibliotheek. Ja, waar de allemaal verboden boeken. Ja. Ja, waar verboden boeken staan. Maar wat zou er eigenlijk, zou er nog meer te vinden zijn, denk ik nu ineens? Ik weet het niet. Ik bedoel, je zou denken een sectie dat er meer boeken staan. Of misschien is het wel één zo heel speciaal boek. Dat is dat zou ook kunnen. Ja, alleen daarvoor al een geheime kamer of geheime ruimte of ja, whatever willen maken. Ja, dus daar moeten we naartoe. Dat is inderdaad het plan. En misschien hoort dan een beetje last van mijn keel. Dus Maïsje gaat extra veel jullie vandaag vermaken. Dus doe even een duimpje omhoog voor Maïsje. Laten we kijken hoeveel Maïsje power wij hebben. Nee, we moeten juist jouw power krijgen, zodat jij weer beter wordt. Nee. Want ik weet dat er heel veel mensen zijn die heel veel liefde voor jou hebben. Dus vind je het leuk dat Maïsje erbij is? Jongens, doe dat duimpje omhoog. Laten we zorgen dat deze aflevering gewoon veel meer krijgt dan de normale afleveringen. En dat jullie gewoon Maïsje laten blozen. Oh, terwijl ze haar broodje eet. Dat doe jij al. Nou, doe ik dat dan? Nou, stop it. Nou, hij gaf ons trouwens ook nog als aanwijzing dat wij waarschijnlijk een Potion of Invisibility moesten gebruiken. Een onzichtbaarheidsdrankje. Ja, net een beetje als, als Harry. Als Harry Potter. Ja, precies. En ik heb er eentje gekregen. Die heb ik hier. Want we dachten, die gast geeft ons niet het boek. We hebben al deze brewing stands leeggeroofd. Ja. Dus ja, ik hoop niet dat hij daar straks boos over is. Maar ik had in ieder geval daar een potion gevonden. Een splash potion of invisibility. Dat betekent dat je tot 2 mensen tegelijk kan gooien. Dat is relaxed. Ja, alleen hij is maar 3 minuten. Dus ik stel voor dat we deze aflevering even kijken of we snel wat ingrediënten kunnen vinden. Want een invisibility is redelijk lastig om te maken. Mm-hmm. Dus je hebt golden carrots nodig. Je hebt de fermented spider eye nodig uit mijn hoofd. En nether wart. Dus we kijken of dat lukt. Die hebben we sowieso inderdaad. Ja. En de spider eye moeten we ook wel hebben. En de mushrooms heb ik in mijn inventory. Dus we kijken of dat een beetje makkelijk gaat. Als dat makkelijk gaat, dan maken we een extra potion. Zo niet, dan proberen we het gewoon met die 3 minuten, toch? Ja, gaan we doen. Yes, dus het is tijd dat wij richting huis gaan. En terwijl wij richting huis gaan, wil ik jullie... Oh, er zit... Ik wil net zeggen, er zit daar geen vloer, liefie. Er zit daar geen vloer. En terwijl wij naar huis gaan, wil ik jullie nog even op de hoogte brengen van iets. Want dit is de laatste dag, dames en heren, dat de korting op de merchandise er is. Weet je nog van de vorige aflevering, babe? Ja. Als je het woordje survival gebruikt, yes, in de dodeshop.nl, dan krijg je 10% korting. Hupsakee. En dat niet alleen. Je krijgt ook nog een kaartje met een handtekening van Maïsje en mijzelf. En je krijgt, als je in de opmerking je Minecraft naam achterlaat, kom jij sowieso in de survival aflevering langs met je naam in beeld. Ja. En je maakt kans om 1 van de 3 te worden op de Hall of Fame. Dus als je ooit merchandise hebt willen halen, nu is de laatste dag, zondag, wanneer je dit kijkt, is de allerlaatste dag. Morgenochtend, maandag om middernacht is het niet meer beschikbaar. Dus zorg dat je het vandaag, als je het wilt, tenminste, het hoeft natuurlijk niet, maar dat je het nog even haalt, want nu is die korting er, dat is hartstikke lekker. En je komt dus gewoon in de survival serie, dat is ook superleuk. Ja, want iedereen komt er sowieso in. Ja, met je naam in beeld, zodat je gewoon eeuwig... Oh, Maïsje is er vandoor, jongens. Zodat je gewoon voor altijd vereeuwigd staat in deze serie, mocht je het dus leuk vinden. We gaan ondertussen even wachten terwijl Maïsje inlogt. Waarschijnlijk is de computer helemaal... Ik ben onderweg. Helemaal kapot gaan. Het is nacht. Ik zie ook... Je hebt hier nog steeds die vuurbal. Ik vind die vuurbal nog wel een raar verhaal. Ik heb het idee dat die vuurbal een belangrijke rol speelt. Ja? Ja. Ik denk dat dat later iets is wat terug gaat komen. Ik weet niet waarom die vuurbal daar ligt of waarom die opgeroepen is. Maar ik denk dat dat nog wel iets te maken gaat hebben met het hele mysterie wat we nu aan het ontrafelen zijn op dit eiland. Oké. Dus ik denk dat dat nog wel belangrijk gaat worden. Hé, papegaaitje!
Wat doe je, vriend? Kom hier. Oh jeetje. Ik duw hem naar huis. Zo. Oh. Kom, splash mee. Oh, oké. Okay. Nou ja, dan niet, hè. Oh, hij zal er pas wel zo meteen uitspringen, toch? Ik denk het ook wel. Oh, we varen door elkaar heen, jongen. Gaat helemaal fout. Echt. Oh. Oké, okay, dus we moeten nu potions gaan maken. Ben jij een ervaren potionmaker? Ik ben niet een hele ervaren potionmaker, maar ik ben wel heel ervaren met letters intypen op Google. Dus, oh. Dat scheelt. Dat is vals spelen. Ja, vind je dat vals spelen? Nee. De mogelijkheden in Minecraft, dat zijn er zoveel dat je kan niet alles onthouden. Nee, en anders zou het ook wel een hele lange jungle survival worden. Aflevering 80. We zijn nog steeds op zoek naar het recept van Invisibility Potion. Oh. Dat zie ik nog wel gebeuren, jij niet? Ja, eigenlijk wel. Kijk. Oh, is er niks met ons huisje gebeurd? Nee, het ziet er nog redelijk... En de boomhut staat niet in de fik? Nope, alles ziet er fikvrij uit. Fikvrij. Okay, is dat een woord of een zin? Fikvrij? Fikvrij. Fikvrij. Het klinkt wel cool, though. Fikvrij. Ik ken wel tropisch vrij. Tropisch vrij? Oh, met school bedoel je? Ja. Even kijken, hoeveel netherwart hebben we nodig? Als het goed is, hebben we hier die... Nou, allereerst hebben we glas nodig. Ik heb hier 2 glas... Bottles, we hebben er eigenlijk sowieso nog een extra eentje nodig. Oeh, hier is alles gegroeid. Zal ik het meenemen? Neem het mee. Ik was helemaal vergeten trouwens, inderdaad. We hebben hier gewoon beneden een Nether Ward farm staan. Die was ik echt compleet vergeten. Die heeft echt Hij is ook echt veel gedaan. Is hij helemaal... Oh ja. Ja, ik heb ze nu weer opnieuw teruggeplant, maar hier zijn de... Aight, lekker. Nou, hoeveel denk je dat we er nodig hebben? We zitten wel voldoende. Maar 1 of zo, of 2. Dus niet heel veel. Dus we stoppen dat gewoon lekker in de kist voor later. Ja. Misschien als kleine snack of zo tussendoor. Gewoon lekker eten. Netherwart. Zou dat lekker zijn, Netherwart? Nee. Nee? Nee. Nee. Zou je het niet eten? Ook niet voor nee. Ik zou zeggen, 10 euro. Hè? 10 euro? 10 euro, ja? Nee. Oh, we hebben 4 wortels. 20 euro? Nee. Nee, zo, je bent wel een dure tante, zeg. Pot voor 3. Weet je, lijkt jou dat lekker dan? Nou ja, je weet het niet. Misschien als je het frituurt of zo, dan is het lekker knapperig. Al is het waarschijnlijk in de Nether zelf al gefrituurd. Dus, oh omdat ja. Het zo warm is daar. Daar is al die lava en zo. Ja, precies. Maar goed, dat is niet in ons kleine bunkertje. Dat is niet in ons bunkertje. Oh, ik bedenk me. Er moet natuurlijk water in die bottles. Anders schiet het ook niet. Oh, ja. Dus dat is wel een goeie. En als jij dan misschien in de tussentijd Dat zijn trouwens wel alle wortels die we hebben. Misschien moeten we er eentje overhouden om te planten. Ja, laten we dat sowieso doen, want anders raken we inderdaad alles kwijt. Ja. Maar ik denk dat ik er maar 1 nodig heb, hoor, want we moeten 1 golden carrot. Dus we hebben dan 8 golden ingots nodig. Misschien kan jij die fixen. Yes. Dan ga ik wat water in deze bottles fixen. Yo, wij zijn weer productief vandaag, vrienden en vriendinnen. Een goed team. Een goed team. Vind je ons als stelletje een goed team? Zijn wij een goed team samen in real life? Nou ja, ze zeggen wel dat als je de IKEA-meubels overleeft samen. Zonder ruzie. Het in elkaar zetten van de meubels bedoel je? Inderdaad, als je weet ik veel, een kast of een bed of een bank. Dat zijn natuurlijk altijd echt van die puzzels. Ja. En je hebt echt vaak dat stelletjes tijdens het verhuizen dan echt ruzie krijgen met elkaar. Omdat ze er dan niet uitkomen en moeten samenwerken en zo. En het is echt wel veel pielen altijd. Ja, en dan moet je bedenken dat de helft van ons huis is IKEA. Dus dat hebben we dan aardig goed doorstaan met z'n tweetjes. Maar ja, want wij hebben nooit echt ruzie gehad tijdens zoiets. Nee, niet tijdens een bed in elkaar zetten. Sowieso hebben wij niet echt ruzie, denk ik. Niet. Nee. Nee, ik kan me ook niet het laatste herinneren. Ik eigenlijk ook niet. Nou, nee, nou, niet dat we ruzie over hadden. Maar het laatste waar ik wel dacht, zo, nou schatje, wij hebben honingdropjes voor als iemand een zere keel heeft. En die hebben letterlijk een paar dagen geleden gekocht, hè jongens. Dit is echt een waar gebeurd verhaal. Die hebben een paar dagen geleden gekocht. En zei ik nog eens van, ja, het is wel medicijnen. Dus we hebben het ook in de medicijnenla liggen. En nu had ik dus net last van mijn keel. En zei ik van, hé, waar zijn die honingdropjes heen? En iemand heeft vanochtend alle honingdropjes op zitten eten. Voor medische doeleinden.
Nee, dat niet. We waren gewoon lekker. Deze waren gewoon lekker. Oh, oh, oh. En nu zit ik hier. Oh, maar ik had niet verwacht dat je zo in de zomer last zou krijgen van je keel. Ik want dat niet. Had je niet. Nee, ik denk dat het de airco was. We reden vandaag in de airco met de auto. En die stond de hele tijd op mijn keel. Dus ik heb... Het is ook niet heel erg hoor. Maar ik heb gewoon een beetje... Weet je wel? Een beetje droog, hè? Een beetje droog. Zullen alle wij mensen wat, met een headset, excuus helemaal. Ja, precies. Ja, die zijn wel wat gewend hoor. Wow. Zullen we wat netherwoorden in doen? Volgens mij... ik weet niet precies de volgorde. Dus ik ga het gewoon een beetje op de gok doen. Ik heb het... ik weet het niet precies. We zien wel wat er gebeurt. Ja. Ik pak in ieder geval een golden carrot erbij. Tenminste, die maak ik hiervan. Oh, wat? Een golden carrot kan je niet met... Huh? Kan je golden... Werkt het niet? Nee, ik weet het niet. Mis ik iets? Ik weet het niet. Hoe kan dit? Ik stop de carrot in midden. Oh, wacht even. Misschien moeten het van die gouden nog kleinere dingen zijn. Oh, die minis. De nuggets. Ja. Is dat het misschien? Ik hoop nuggets. Het, want dan kost het ons... Oh, yes! Ah, oh, nice. Het kost nog minder. Hupsakee. Yay. Lekker hoor. Oké, dus we hebben de golden carrot. Volgens mij moesten we die nu erin stoppen. Weet je wel, kan ik meekijken of knik ik jou er dan nee, als het uit? Goed is, kan je meekijken. Want dit hebben we niet zelf gemaakt. Het, Kijk. Oeh, oké, het gaat iets doen. Ik hoop dat het juiste gaat doen. Ik weet niet precies wat dat zou moeten zijn, maar we gaan het meemaken. Oh, hij maakt ook meteen 3. Dat is fijn. Ja, dat scheelt. Dan kunnen we lekker lang onzichtbaar zijn. En hoe kan je ervoor zorgen dat hij langer wordt? Zeg maar, we hadden dus eentje van 3 minuten. Volgens mij bent redstone? Of dat maakt het sterker? Een van de twee. Night vision! Uh-oh. Ja, maar volgens mij moeten we daar dus nu een fermented... Spider-eye in stoppen. Oeh, die hebben we denk ik nog wel. Spider-eyes. We hebben een zombie-kist. Ja. Oh ja, hier een spider-eye. En dan heb ik wat mushrooms nodig. Die heb ik hier al, want die stonden buiten. Okay. En suiker. Oh, ik heb nog helemaal geen suiker gezien. Ik heb ook geen suiker gezien. Op het hele eiland al niet. Nee, suiker staat normaal wel bij het... Pakken we de boot? Staat meestal langs de waterkant, toch? Volgens mij wel. Ik weet niet. We kunnen inderdaad even een stukje gaan varen. Kijken of we wat vinden. Oké. Wat sucrine. Hupsakee. Anders zit ik even te denken hoe we aan suiker zouden komen. Maar volgens mij is de enige manier is... Sugarcanes, toch? Ik denk inderdaad sugarcanes. Ja, denk ik ook. We hebben niet toevallig iets opgepakt. Ik niet. Ik heb echt nog geen sugarcanes gezien. Nee? Nee. Maar misschien hebben we het al wel en is me niet opgevallen. Ja, dat zou me ook niet verbazen. Ik zit even hier te kijken. Had ik misschien de andere kant op moeten gaan? Ah, dat was natuurlijk ook nog wel slim geweest, ja. Maar dit is ook gezellig hoor. Oh, ja. Ja, toch? Even kijken. Ik denk niet dat hier wat is. Uh-oh. Ik ga hier rechtsaf, oké? Ja, doe dat. Ga jij rechtsaf? Nee, hier lijkt het redelijk dood te lopen. Hallo, hallo. Hallo, Mr. Sugarcane. Where you at? Where you at? Oeh, hier is een creeper festijn. Oh nee, 1 creeper en 4 pirates eromheen. Wat zijn die aan het doen? Gezellig, misschien experimenteren of zo. Creepy. Creepy creeper. Ik zie nog steeds niks. Oh, hier staat ook een pirates met een creeper. Dat is inderdaad raar. Waarom staan die daar zo samen? Ja. Alsof ze iets aan het bespreken zijn. Echt? Nou, ik zie niks hoor. Oké. Zijn ze wel op dit eiland? Ja, dat weet ik niet. Sugarcane, waar groeit dat? Ik ga wel heel ver nu. Ja, ik ook. Ja, dat is misschien niet slim. Oh man, is dat serieus één ingrediënt dat we dan missen? Ik ga nog wel even checken in de doos hoor, want ik kan me bijna niet voorstellen dat we het niet hebben. Maar, dan hadden we het ook wel gepland, toch? Ja, maar misschien hebben we gewoon suiker. We hebben natuurlijk heel veel van die huisjes gewoon geloot, hè? Dat is waar. Dus misschien, ik kan me niet meer herinneren of we in een huisje toevallig dat tegengekomen zijn of niet.
Nee, ik ook niet. Ja, ik ben echt heel ver, dus ik denk dat ik weer naar jou toe kom. Ja, ik ga ook weer terug. En als het niet zo is, dan gaan we gewoon met die 3 minuten sneaky proberen. Ik bedoel, dat zou ook op zich moeten lukken. En dan moeten we gewoon op de terugweg knijters hard rennen. Okay. Ik denk dat dat een goed plan is. En ondertussen ga ik dan even de winnaar bekendmaken van de Hall of Fame van... ik wil zeggen gisteren, maar eergisteren natuurlijk. We uploaden dit om de dag. En de winnaar is daarvan Bram Zierikzee. En wij hadden de vraag, wat moeten we doen? Moeten we naar binnen sneaken of moeten we misschien met de bibliotheekman praten? De librarian praten. Hij zegt, gewoon de bibliotheek heel snel binnen sneaken. Wat kan hij jullie doen? Niets toch? Hij stond daar maar te staan. En als hij toch iets wil doen, pak je zwaard. Dit lukt jullie wel. Ik zou graag op de Hall of Fame worden. Ik kijk al vanaf het begin. Super tof. Mijn Minecraft-naam is Rowie Brano. Nou, Bram, ik vind het hartstikke goed advies. Ik ben het wel met hem eens op zich. Maar aan de andere kant... Ja, gaan we sneaken? Ja, het maakt het ook wel wat spannender, toch? Dat zeker. En wat ook als we het gaan vragen en gaan bespreken... en hij zegt, nee, ik wil jullie er niet in hebben. En dan? Dan moeten we met hem gaan vechten of zo. Precies. En lijkt me ook niet slim. Ik heb natuurlijk ook zoiets van, die magier... die heeft heel veel gelezen en die kan allemaal magie. Misschien kan die bibliotheekman ook wel magie. Dat weten we eigenlijk helemaal niet. Oh ja. Want ik weet nog wel dat de eerste keer dat wij binnen probeerden te komen... ik weet niet of je dat nog kan herinneren... maar toen ging jij op van die pressure plate staan... en toen kwam er gewoon bliksem naar beneden. Mm-hmm. Dus het is niet je huis, tuin en keukenman, heb ik het idee. Zeker niet. Ik denk dat we misschien nog niet hem moeten uitdagen... en gewoon lekker sneaky moeten spelen... en vanzelf wel erachter komen of er iets... Maar denk je dat die librarian dat op al neergezet? Die pressure plates, en dat was een hele puzzel toen. Gezondheid. Dankjewel. Ik denk het eigenlijk wel, om de bibliotheek te beschermen. Denk je niet? Ja, dat is waar. Hey, daar ben je. Aanleggen. Kom maar. Ja, ik ben flink op pad geweest, maar geen sugar... Oh, ik zie hier sugarcane. Nee. Echt? Dat meen je niet. Maar ik dacht dat jij die kant op was gegaan. Ik ben de andere kant op gegaan. Wat? Maar wacht even, waar ben je nu dan? Ik ben nu... doorgevaren. Oh, ik heb best wel wat. Oh, gezondheid. Dankjewel. Niet ziekie worden. Nee, ik hoop het. Oh, is hij hier? Ja. Oké. Hier stond sugarcane, terwijl ik aan de andere kant was. Lekker. Nou, we hebben toch nog wat kunnen halen. Ik wilde net zeggen, van we gaan het dan maar gewoon zonder proberen. Maar I guess dat we iets langer onzichtbaarheid hebben. Toch? Lekker. Lekker, kerel. Gatsie, want het, Mickey Mouse. Het is dan 7 in plaats van 3? En volgens mij als we dus inderdaad redstone gebruiken, is het meer. Ik ga ondertussen even Bram op de Hall of Fame zetten. Bang, bang, bang. Bram, met uw hoofd erop. En er zijn best wel wat jongens bijgekomen. Er zijn best wel wat. Laten we eens even kijken. Het beertje is denk ik wel een jongen. Dus 1 jongen. 2, 3... 4. Is dit een jongen hier maar rechts? Ik denk het wel, hè? Denk het niet eigenlijk. Nee? Ik denk dat het haar doorloopt, maar dat je dat nu niet kan zien. Nou, laten we ons dat in het midden laten. 4 en dan 5, 6 en 7. En van de vrouwen zijn er 1, 2, 3, 4, 5. En laten we die dus even in het midden. 6. Dat betekent dat er of het aantal gelijk is als dit een meisje is, of dat de jongens voorstaan in de Hall of Fame. Oh jeetje. Terwijl het eerst de meiden waren. Ja. Oh meiden, jullie moeten nu echt gaan een reactie gaan achterlaten. Want nee, anders... de jongens die moeten natuurlijk eerst blijven. Ik ben benieuwd wie de volgende aflevering erop komt staan. Oh ja, het is natuurlijk ook met de merchandise, daar kan ook heel veel veranderen. Oh ja. Maar ik kan tussen even deze sugarcane in sucrino veranderen. Met mijn magische crafting table. Zo. Kan ik meekijken met wat jij doet? Nee, helaas. Nee. Je kan de aflevering terugkijken. Dan kan je duimpje afdoen. En vergeet niet het t-shirtje te halen, hè, babe. Oh. Daar kom je misschien een keer in de aflevering. Yay. Yay. Op de Hall of Fame? Op de Hall of Fame. Oh, waar is die? Wat is er?
Niks hoor. Nee hoor. Nee, ik heb niet de honingsnoepjes opgegeten. Nee hoor. Oh, dat gaf ik wel meteen toe. Ja, je zei het wel meteen. Hey, ik heb een fermented spider eye. Yes. Nou, dan gooien we die ook erin. Oh, die moet daar. Oké, hij doet iets. Hopelijk wordt dit hem, babe. Hopelijk wordt dit hem. En dan gaan wij naar de bibliotheek. Oh, ik ben wel een beetje bang. Ik hoop niet dat hij boos wordt. Ja, of dat het dan toch ineens niet werkt of zo. Oeh, ja, je weet het nooit, hè. We moeten wel echt snel gaan. We hebben geen potions dingen. Ik doe hier lapis en potions in. Zo. Moet hij niet hier bij de kostbare plek? Nou, ik heb zoveel potions. Oké. Dus ik pak even de potion of... waar is hij nou? Invisibility, die pak ik eruit. En dan... Ja, de rest mag allemaal wel een beetje blijven liggen. Zo, die doen we daar. Sugar. Oh ja, sugarcane moeten we natuurlijk gewoon plaatsen. Ja, dat moet op het zand, toch? Vlak bij het water. Ja. Is het geworden? Yes! Potion of Invisibility. Let's go, boys and girls. Lekker. En dan moeten we eigenlijk nu kijken of we dus nog redstone erbij kunnen doen. En dat maakt het of langer of intenser. Maar ik denk dat het dus langer maakt. Dus ik doe die intenser? Ook erbij. Ja, als in je hebt bijvoorbeeld een strength 1 potion of een strength 2 potion. Maar je kan dan niet nog meer onzichtbaar worden. Nee, daarom. Dus daarom denk ik dat je alleen redstone kan doen om het langer te maken. Ah. Denk ik. Ja, ik ben ook geen professor. We gaan het zien. Of een bibliotheekman. Wat is het? Oh, yes. 8 minuten. Let's go. Let's freaking go. Dan geef ik er aan jou eentje. En dan geef ik er aan mij 2. Dan let ik wel even goed op het spulletje. Oh, jee. Dan gaan we hier even wat sugarcane neerzetten. En dan gaan we denk ik naar de bibliotheek. Laten we gaan. Zullen we hier gewoon lekker veel neerzetten? Zo. Kijk, het staat ook nog gezellig. Oeh, we hebben veel. Ja, hè? Hupsakee. Oké, laten we gaan. Let's Heb jij voldoende spullen om eventueel te kunnen vechten? Ja, eigenlijk wel. Ik heb eten, ik heb items. Ik hou mijn piratenhoofd op. Dat misschien, ja, ik ook. Als hij op de terugweg ons toch ziet of zo. Dat ja, hij dan je denkt, weet maar nooit. Ja, dat hij dan denkt van, oh, dat zijn gewoon piraten. Dat zijn gewoon piraten die mijn boek stelen. Oh. Ik bedoel, weer eens wel dat hij niet weet dat wij het zijn. Nee, inderdaad. Tenzij ik natuurlijk zeg, het is meisje. Nee, ik weet het niet. Nee. Oh, oké, we gaan naar boven. Oh, ik kom met je mee. Oeh, ik ben echt benieuwd wat in dat boek gaat staan, hè? Ja, misschien is het wel een soort megaschat of zo, wat ze geheim houden. Ja, dat zou wel chill zijn. Ik zou wel een mooie schatkist kunnen gebruiken voor ons survival. Zo. Maak me gewoon een gouden boom met. Zo, kijk, mevrouw heeft al meteen helemaal plannen, hoor. Met een diamanten vloer of zo. Oh, wat is dat daarachter? Wacht, ook, ben je rechts afgegaan? Huh? Oh. Waar ben jij? Ik ben achter je. Oh. Huh? Hier stonden... Was dit niet... Dit was toch eerst... waar die pressure plates waren. Al die stroopalen. Of niet? Nee, dit is toch waar die pressure plates waren. Ja, om dit te beschermen inderdaad. Oh, en deze is nu dicht. Hij heeft het dicht gemaakt. Huh? Oké. Het lijkt alsof die levers een soort van code... Oh, ik hoorde iets. Huh? Waar gebeurde iets? Ik weet het niet. Ik denk dat hij zijn beveiliging heeft verhoogd. Oh, nee. Oké, wacht even. We gaan gewoon combinaties proberen, oké? Eerst de eerste naar beneden. Oké, dat gebeurt niet. Nu de eerste en de tweede. Er ging iets open, maar dat was ook alleen. Oh, er ging hier iets. Oké, deze doet iets. Oh, die doet ook iets. Dus misschien deze twee naar beneden. En die? En die? Oh jee, oké, dit moeten we even strategisch gaan doen. Oké. Is hij open? Hij ging voor een seconde open. Wat deden we? Dit? Wat deed je? Hij... Ah!
Boe. Ja! Yes! Oh, lekker. Woo! Oh, ik dacht echt, wat krijgen we nou? Oh, hij heeft dus gewoon zijn beveiliging verbeterd. Ja, hij wil echt niet dat we hier zijn. Zullen we maar snel onze potion nemen? Ja, ik wil net zeggen, misschien moeten we dat inderdaad nu al doen. Oké, babe. Cheers. Zo. Oké, ik ben onzichtbaar. Misschien moeten we trouwens onze kleren uittrekken. Dit is niet om jou te proberen te... ik zie nog dat je je totem van dying vast hebt. Oké, nou, dat maakt niet uit. Dan weten we in ieder geval waar wij zijn. En hij ziet er gewoon een random totem vliegen. Oké, babe. Gaan we hier naar beneden? Yes. Weet je het? Oh, ik zie die totem naar beneden komen. Ik denk op het laatst moeten we misschien die totem uitdoen. Oh, ik zie jou. Dit is zoveel enger om jou te zien springen als je onzichtbaar bent. Waar ben je? Oh, daar ben je. Ik kom eraan. Oh, dit is zo raar dat ik jou ook gewoon als onzichtbaar zie. Hier naar beneden. Zo. Oké. Hij hoort ons toch? Ja, ik ben stil. Ik weet niet hoe het met jou zit. Waar ben je? Oh, ik hoorde een totem vallen. Oké. Ik ga hier op de gummy springen. Ga je mee? Ja, is goed. Oh nee, ik kan daar niet komen. Ik ga via de zijkant hier. Zo. Oké. Dan denk ik dat dit het moment is... Oh, ik zie hem. Dit is het moment om de totem uit te doen. Oké, nu zijn we allebei onzichtbaar. Ik zie alleen jouw particles nog. Ik ook. Ik zie er een soort van... Oké, ik denk dat je daar bent. Ik ben nu bij de ingang. Ik sta achter je. Oh, hij zit bij zijn bureau. Gaan we naar binnen? Ik denk het, want wat zei die ook weer? Achter het bureau zit een knop. Gaan we dit echt doen? Wacht, ik heb honger. Straks hoort hij mij eten. Oh my god, nou niet eten dan. Jawel, ik ga eten. Oké, ik ga niet. Ik ga achter zijn bureau. Ik loop om over het tapijt. Hoort hij me niet? Oké, ik zit achter zijn bureau. Oh, er zit hier een button. Zal ik hem klikken? Ja, is goed. Oh jee, ik ben bang. Oké, ik klik de button. Oh, er ging er iets omhoog. Wat gebeurde er? Ik weet het niet, er ging iets open. Wil je het nog een keer doen? Waar gaat dit open? Ik weet het niet. Ik ga iets hoger opstaan, dan kan ik gaan kijken, oké? Oké, doe jij hem? Ja, ik loop er nu naartoe. Oké, druk de button in. Oh, wacht even, ik loop hier langs de doorgang. Het is hier omhoog. Ben je binnen? Ja, het is hier. Oh, daar zijn we weer. De ding viel even uit. Perfecte timing voor de game om weer te crashen. Maar babe, ben jij bij me? Ja, ik zie je zwaard. Oh ja, ik heb hem net weggestopt. Ik bedacht me inderdaad net dat mijn zwaard stond. Sta je hier voor? Ben ik. Oké, hou je zwaard inderdaad maar bij je. We gaan naar binnen. Want ik denk dat dit de verboden bibliotheek is. Oké, laten we gaan. Oh my god. Wow, wat is dit? Check dit, hoe vet. Wow, wat is dit? Hier staan allemaal boeken, joh. Maar wat is dit hier in het midden? Ik denk dat dit het boek is dat we zoeken. Of in ieder geval de kist waar hetgene in zit waar we naar op zoek zijn. Cool. Oké, babe. Weet je wat? Ik ben heel erg benieuwd wat hierin zit. Maar dit gaan wij volgende aflevering zien. Dames en heren. Oh, het boek waar we naar op zoek waren. Ik denk dat hij hierin zit. Ik denk het ook, dat kan niet anders. Wat zit hierin? Wow. Dit is zo creepy. En kijk ook hieronder, hè. Je ziet gewoon de end. Hoe dan? Oh, wow. Een of ander diep, gigantisch ruimtegat eronder. Oh, jongens, dames en heren. Wij gaan volgende keer deze kist voor jullie openmaken. Kijken wat er in het boek staat. Lezen en hopelijk... eindelijk het geheim ontdekken van dit eiland. Wat dit zo'n mysterieus eiland maakt. En waar het hier allemaal om draait. Dames en heren, vond je het leuk? Smash dat duimpje omhoog. En mocht je dus de merchandise willen checken, ga naar het eerste linkje in de beschrijving. Alleen vandaag nog kan jij dus de korting toevoegen en gebruiken. En dan kan jij er iets... kan jij in de serie langskomen, krijg 10% korting. En dus de handtekeningen van ons beiden op een leuk kaartje. Yes! Dames en heren, wij zien jullie overmorgen bij een nieuwe video waar wij deze kist gaan openen en het boek gaan lezen. Tot dan, spannend. Mensen! Doei!